Yo jongens en meisjes en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kaas Open. De vorige aflevering heb ik tegen Club Brugge, tegen Genk en tegen Anderlecht gespeeld. Ik heb tegen Club Brugge 1-1 gelijk gespeeld, tegen Genk 2-0 gewonnen en tegen Anderlecht 3-1 gewonnen. En dat was nog een kwartfinale. Dus ik dacht, Anderlecht ligt eruit. Nee, we moeten nog een terugmatch spelen. Dus Anderlecht moet minstens met 3-0 winnen thuis om ons er nog uit te zetten. En vandaag gaan we tegen Sint-Truiden, tegen Anderlecht terug in Anderlecht. En thuis tegen Waasland Beveren. Dus 2 thuismatchen, 1 uitmatch. Mogelijke posities als bondscoach, Zuid-Afrika en Peru. Nee, dat wil ik niet. Dat wil ik echt niet. Ik ben eigenlijk eens nieuwsgierig naar waar dat ik eigenlijk kan heen gaan. Naar Anderlecht, naar Club Brugge, naar Genk, naar Gent, naar Oostende, Aston Villa, Leeds United, Middlesbrough, Derby County, Sunderland, Wolves, Fulham. Dat is mijn Mitrovic, toch? En Norwich City, Sheffield Wednesday, Hull City. En dat is het. Dus ja, als jullie liever willen dat ik wegga, ik wil eigenlijk niet weg, maar als jullie het liever hebben dat ik wegga, hier staat een poll en dan kunnen jullie daar op invullen. Ik wil eigenlijk niet weggaan, want ik ben ver in de beker. Oké, ik kan proberen om naar Anderlecht te gaan. Dan hebben we nog de kans om kampioen te spelen, want ze staan 3 punten achter. Standaard Luik en 3 punten voor ons. Dus we kunnen er eigenlijk ook nog altijd overspringen als we straks winnen. En dan moeten ze nu ook verliezen. Maar we zijn ook nog even ver in de beker. Dan kan ik open er misschien nog uit schieten. Maar het is gewoon aan jullie als jullie zeggen van nee, blijf maar. Doe deze seizoen uit en ziet dan wel. Ja, oké, dan is het goed. Paraguay. Weet je jongens, ik heb misschien in een vorige aflevering gezegd dat ik naar Wales ga, dat ik dat jullie ga laten aanvinken, maar ik ga nergens heen. Alleen, ik ga nu zelf gewoon kiezen naar welk land dat ik een bondscoach wil zijn. Snap je? Ja. Ik vind, als nu pakt, ik zeg maar iets, Duitsland komt, dan zou ik wel naar Duitsland gaan. Maar dan zullen jullie dat ook wel goed keuren, denk ik. Maar jullie weten nu ook zelf dat ik niet naar een ding ga, naar een Venezuela of naar een Bolivia. Nee, nee, dat niet. Liever niet. Maar ik zie jullie bij de match tegen Sint-Truiden. Er staat hier een competitiewedstrijd op het programma vandaag. Mijn naam is Evert ten Apel en ik verzorg samen met Jurie Mulder het commentaar. Wat verwacht je van de thuisspelende ploeg vandaag, Jurie? De coach kan tevreden zijn. Ze voeren zijn tactiek goed uit en hebben veel mensen positief verrast. Mij ook. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. Deze trainer heeft gekozen voor 4-3-3. En een belangrijke rol lijkt mij weggelegd voor de buitenspelers, toch? Ja, belangrijke rol voor de buitenspelers, maar natuurlijk ook voor de rest van het team. Zij moeten de buitenspelers in de 1 tegen 1 zien te krijgen door het positiespel. En hier zien we de beginopstelling van de zoekers. Kunnen we zeggen dat zekerheid is gekozen door traditioneel 4-4-2 te spelen? Dat ligt er een beetje aan hoe het op het middenveld is ingevuld. Staan daar wat meer verdedigend ingestelde spelers? Ja, dan is er duidelijk voor meer zekerheid gekozen. Ah ja, een mens als jullie iets horen blazen. Dat is mijn ventilator, of mijn PlayStation, een van de twee, want mijn PlayStation is eigenlijk redelijk oud geworden, dus ik heb meer aan het blazen, maar het is ook warm weer.
En mijn ventilator staat gewoon omdat ik echt te warm heb onder de hele studio lamp. Dus ja, ik ben ook een beetje te overbelicht, heb ik net gezien. Dus ja, sorry daarvoor. Ik zeg te veel ja, dus als je een nieuwe kijker bent. En vandaag een ervaren arbiter, Wesley van Gorten. Dus het is een heel goede scheidsrechter om dit te doen. Dus, come on boys. Wat voor wedstrijd gaat dit worden? Even terugkeren. Kenzie, Amani, Ritz en nu doorgaan. Hoekschop, de bal werd nog aangeraakt door de verdediger. Het is al even geleden dat ik naar de partner heb moeten geven. Ze kiezen voor de korte variant. Je loopt naar mij en dan houdt het. Terug. En Terpan! Oh ja! Oh, dat scoorde niet veel. Man. Nou, dat scoorde die afstand, niet veel. Uitstekend schot. Had beter lopen niet. Mooi geschoten van ver af, maar de bal he? Niet in het net. Had hij iets meer naar links geweest, had hem. Leia, joh. Afif! En Afif maakt de trek van de schoen. Doelpunt, ze komen op voorsprong, maar dat is volkomen terecht. Ja, ze maken het spel. De tegenstander komt er eigenlijk niet uit de pas even. Maar ja, je moet het toch wel even doen. Het lijkt zo makkelijk van zo dichtbij, maar het gaat allemaal eens mis. Niet in dit geval. Nee, hij zit er lekker in. De verdediging lijkt te slapen. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Net te laat. Nee. Zijn tweede doelpunt in de Pro League. En dan hoop ik de Anderlecht in zijn match de punt laat liggen. Dan staan we gelijk met punt en dan wordt het een Anderlecht beslist wie tweede scoort. 5 minutes later. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Nou, komt dat schot? Jawel! En nu uithalen. Daar is opnieuw een doel. Is dit een beslissing, Jori? Wat denk jij? Je zou het wel gaan denken. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal even, maar de tegenstander zal dan gepakt moeten als hij niet met de deel laat van de spelverenigd. Ze hebben de smaak kennelijk moeten pakken met twee doelpunten zo kort op elkaar. Wat een hekker. Laten we dat doelpunt opkijken. Het loopt op rolletjes en het zorgt begrijpelijkerwijs voor tevreden gezichten langs de kant. Amani. Ik heb wel niet gezien hoeveel zijn hoeveelste goal dat was. Hoeveel keer dat hij al gescoord heeft, in Nederland is echt niet goed aan het worden. Het is weer vakantie. Lekker combinatiespel. Met weer in Brentaal. Ja, dan bestaat hier niks aan. Hè. Dat is vet. Er liggen mogelijkheden hoor aan de zijkant. Bal dat is echt vettig gemaakt. Doelpunt. Oh maat, 2-1. Ai, ai, ai. Oh nee, oh, ik heb hier dus al verkeerd. Een voorzet op maat en hij hoeft hem alleen maar in te knikken. Ja, en de keeper was kansloos. Ja, je ziet het. Het kan nog, ze. Het kan nog 2-2 worden. Als ik naar de coach is duidelijk niet blij met dat tegendoelpunt. Rustig achteroverleunen op de bank is er nu niet meer bij met die benauwde voorsprong. Rustig. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Leijen, Leijen, Leijen maakt het deze kans om te scoren. Doelpunt, de vergrotende voorsprong. Dit is de treun van Jewelsen voor de tegenstander. Nu moet hij op de aansluiting treffen, waardoor ze toch meer ruimte weggeven. Zo, de man met de aanvoerdersband pikt zijn doelpuntje ook mee. En nog een mooi doelpunt ook. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Een zesde doelpunt in de Pro League. Proef nu, kijken of het dat oplevert. En nu uithalen. Oh my. Nou, dat was bijna zijn tweede, maar de keeper voorkomt een doelpunt. Goede redding van gaat hij alleen door? Bal voor het doel. Daar gaat een goede kans verloren, omdat hij zijn hoofd niet goed tegen de bal krijgt. Volgens mij kan deze niet koppen. Dit is echt heel slecht gedaan. 10 minuten. Oh, oh, wat doen we? Uithalen zou ik zeggen. Wat doen we? Oké, 3-2. Met die goal wordt de achterstand verkleind tot 1 doelpunt.
Kan wat doen wij? Amai, dat was echt iets lom. Dat was echt iets lom. Dat was echt iets lom. Nou, een goal voor de hier. Ik kop hem weg. Meer is het niet, want de wedstrijd is al een tijdje gespeeld. Tja, een dag om snel te vergeten voor het team. Ja. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. De speler past naar zijn teammaat. Een Texier. Dat is toevallig Texier. En die scoort. Is hij niet echt standaard? Ja, je kunt het proberen van zo'n afstand. Ja, maar dit gedaan, schot. 3-2. De scheidsrechter fluit de wedstrijd af. Deze meisje, ja. Nou, ondanks het sombere weer was deze wedstrijd een feest voor elk. Ik ben nog een beetje afgeef, man van de match. Zou ik net ook niet zeggen, eigenlijk. Maar ja. Hebben we kerstvoetbal waarschijnlijk niet. Nee, 26 december en 3 januari. Oké, we beginnen ook geen nieuwjaarsvoetbal. Nu tegen Anderlecht. Kans bestaat dat 4 spelers vertrekken. Abdelkarim Fatla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 l
Oei, wat namen. En Olivier de Schacht, omdat een contract binnenkort verlopen. Diallo Wildweg. Dus nou, nu kunnen we eigenlijk echt wel gewoon op de transferlijst zetten. Ja. We gaan hem nog in nee, we gaan hem. We kunnen hem ook niet. We kunnen hem ook niet verkopen. Dan is dat een vrije speler. We gaan een nieuw contract aan. Ik hoop niet dat hem een belangrijke speler in één keer wil worden, want ik hoop dat hem dat ook snapt dat het niet gaat lukken. Deze gaat een iets langere aflevering worden, dus mannen. Het is een rotatie. Nog altijd. Oké, daar hoopten we hem op. Hij lijkt echt in de 40 en is maar 24, ik snap hem. 2 jaar. Dat wil ze ook. Die hebben echt gewoon een pijn om denken van al een burgervrije speler. Ontslagclausule gaan we negeren. En dan. Die wil veel. Dat kan ik ook gewoon niet doen. Dat kan ik niet. Die bonus kan ik al verwijderen. Tekenbonus. Ga ik ook iets minder doen. Hey, we zijn maar open en we zijn niet Anderlecht, hè, man. Nee, joh, ik ga er echt gewoon tegenin, hè. Denk jij dat ik me laat doen? Dan ken je mij niet als trainer. Oh nee, 400. Nee, 4200 zal wel goed zijn. Dat gaat niet werken. Ja, dan ben ik een vrije speler, vriend. Sorry. Hopla. Nee, dat kan ik ook niet. Dat is ook te veel geld. Ja, dan zet hem als een. Over 7 maanden zijn we maar vrije speler. Daar kan ik niks aan doen, jongen. Nou, dan ga je dat maar gewoon moeten accepteren. Ik ken hem ook niet. Misschien moet ik hem ook eens laten spelen, hè? Ooit? Hem. Ah, dat was Moussa Diallo. Wie heb ik eigenlijk op de transferlijst gezet? Maar die wil ook weg, denk ik, dus ja, dat maakt niet uit. Dat weet ik echt allemaal niet.
We gaan open gewoon motiveren. Ik hoop dat we gaan winnen. We staan met gelijke punten, maar die hebben ook een match minder gespeeld. Oh, we kunnen erover springen. Dan moeten we niet winnen. Dan moeten we gewoon rustig blijven en de match gewoon gaan spelen. Ik zie u bij de match. We hebben vandaag weer een wedstrijd voor de competitie voor u. Juri Mulder en ik hebben een avond. Heet u van harte welkom. De nummers 2 en 3 van de ranglijst nemen het vandaag tegen elkaar op. Let's get ready to rumble! Nou, iedereen kijkt uit naar deze wedstrijd. De ploeg die dit seizoen de beste prestaties heeft neergezet in eigen huis, neemt het op tegen een elftal dat een uitwedstrijd nauwelijks te kloppen is. Ja, dit wordt een strijd der titanen. Dit belooft een spannende wedstrijd te worden, Evert. En hopelijk wordt die belofte waargemaakt. Met deze formatie stapt de thuisploeg het veld op. Een 3-4-3 formatie, dat ook in elk geval aantrekkelijk. Ja, daar spreken aanvallende intenties uit. 3-4-3 kan een riskant systeem zijn, omdat die drie verdedigers in de omschakeling van de sneltijd en de overmacht te staan. Benieuwd of ze dat goed mee kunnen maken. Ja, is toch mooi. Ik bedoel, dat is een beetje waar wij voor naar het voetballen gaan. Mensen die een man opzoeken, met buitenspelers die lekker gaan pingelen. Ja, dat is aanvallend voetbal. Daar doen we het voor. Oh, hey, come on, boys. Ik hoop dat we hier een mooie wedstrijd gaan. Tijd voor de aftrap. Ah. De doelman bokst die voorzet weg. Ik heb nog niet vaak in het wit gespeeld. Dus het is even raar om... Nee, het is even wennen terug. Verdier... Oh. Terug! Verdier! Hij legt hem terug. Oh, hè! Ja! Oh. De doelman redt de aanval op door. Daar zal de keeper niet wakker van liggen. Nee, daar wordt een stokje volgestoken. Nog eens goed verdedigd. Tref, wat is er dat mis? Dat is geen goede plek om een vrije trap weg te geven. Ze zijn eigenlijk altijd eerder, hè. Een bepaald moet er staan, maar... Wow. Ja, dat heb ik altijd gehad en elke aflevering zingt hij die Revan praten. Dan moet ik ook stoppen. Ik ben er gewoon gewend. En ik vraag me af of die nu nog op de juiste afstand staat. Als maar de scheidsrechter vindt heeft, het blijkbaar oké. Okay. Dit lijkt nergens op, Jori. Ali. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Ja, daar hadden we dus ook bijna de dit had een geplaatst afstandsschot moeten zijn, maar de uitvoering laat zeer veel te wensen over. Tegenstander eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Oh, de save. Wordt dit een doelpunt? Cells. Knap gered, hoor, maar het blijft opletten geblazen. Nu nog met de voorzet, de keer een paal, Hanni en de save van zo, wat een redding van die doelman op die inzet van dit feit. Wat een reflex even, schitterend om te zien. Een beetje riskant is. Omdat hij de bal wordt in de 16 gepompt. Misschien dat we hier daar kunnen counteren. Daar liggen countermogelijkheden. Kipchoo, kom aan. Hou die binnen. Oké, goed. Langs de lijn gespeeld om het veld zo breed mogelijk te houden. Ah, dit is net een kort. Die we zitten overgenomen. En dan gaan we hier onze gele kaart krijgen. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Yep. Allee. Dat is geel. Dat is niks op mijn terpaan. Dat is gewoon gescheiden zijn met een belakker. Het schot wordt gestuurd door de verdediger. Die bal lijkt wel... De eerste helft zit erop en de stand is 0-0. Ruud. Voorzet en een corner. We krijgen een hoekschop. Ik ben echt aan het zweten nu, hè. Ik ga het moeten doen, ook eens hij eraf voor af is.
Een corner. En wie gaat hem nemen? De coach haalt een wisselspeler van de bank. De bal wordt in de 16 gebracht. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Van wijd kan trappen, hè? Almee ja, richting... dat is de tweede keer geel voor Turpanen. Oei, dat is niet zo slim met al geel op zak. Oh, als de scheidsrechter weer een kaart trekt, ja, dan wordt het rood. Ja, de ja, en daar komt de tweede gele kaart. Man. En dus vertrekken. Hey, niet zo slim, hè? Goed bezig, vriend. Wat een blinde sliding. Neemt de speler mee. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. De trainer wil er een nieuwe speler in brengen. Deze vrije trap is een prooi voor de keeper. De scheidsrechter fluit nog voor een overtreding. Dat is paal. Daar gaat hij nog geel trekken, ook nog. Geel. Man. En niet opnieuw rood, gelukkig. Voor hun gelukkig spelletje. Inderdaad, want anders wordt het erg moeilijk voor ze. Rustig. Een spelletje. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Ik was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Hij neemt oh hem. My god. De bal gaat via de paal binnen. Nee. Ik dacht dat het op een verlenging en strafschoppen zou uitdraaien, maar de wedstrijd is nu beslist. Gelukkig kunnen we nu naar huis, Evert. Wat is dat? De partij van vandaag is afgelopen. Nou, Jury, niet echt een lust voor het oog deze wedstrijd. Nee, nou ja, goed, je hebt ook mensen die van strijdlust houden, maar dat was gewoon vandaag te veel. Veel te veel overtredingen ten eerste. En... hoe zwak, hoe zwak. Misschien mijn eigen schuld dat ik die tweede keer geel die tweede rode kaart ging pakken. Maar ik denk dat het gewoon sowieso het ging zijn dat we nog tegen ons kloten gingen krijgen. Dan gaan we tegen Beveren gewoon andere spelers de kans geven om te laten spelen. Oh, wat? Huh? Huh? Oké, okay, al het zijn de mannetjes, hé. Hey. Zeg. Iedereen is fit, maar... ik ga eerst kijken tegen wie we moeten. Tegen Oostende, ja, dan ga ik niet veel topspelers laten spelen. Maar. Dan ziet dat zeker is gewoon. Welkom dames en heren, Evert ten Apel is mijn naam en ik ga samen met u naar deze wedstrijd kijken en samen met Jury Mulder. Ja, en het belooft een leuke pot te worden vandaag. Oh,
formatie stapt de thuisploeg het veld op. Er is dit keer gekozen voor een 4-3-3 systeem met een spits en twee vleugelaanvallen. Dat betekent dat. Nou ja, hopelijk leuk aanvallend voetbal. Ik ben benieuwd of de buitenspelers erin slagen om hun man voorbij te komen. Dit team heeft zich gespecialiseerd in pressievoetbal, waarbij ze de tegenstander continu onder druk proberen te zetten. Over het hele veld hoor. Gaat dat lukken, denk je, met dit team? Ja, dat denk ik wel, Evert. En dat is gewoon ook hun manier van spelen. Ze proberen altijd overtal van spelers rondom de bal te hebben. En dan de bal proberen af te pakken. Ja, ze zijn heel goed in dat pressievoetbal. Nee. Ik ben nog altijd slecht van die tegentreffer van Anderlecht, maar ja, we moeten gewoon focussen op. Al een uur voor het begin stond het stadion te trainen. Ja jong, ref! Net begonnen en dan al een vrije trap. En we beginnen de ref van tegen te krijgen. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Gaat hij zelf op, geeft hij hem af. En weer terug die bal. Ja, hij komt nu behoorlijk. Oh, dat is een kans op een voorsprong. Dat is een beste kans hoor. Dan moet ik even achter mijn kop krabben. Hij wordt net genoeg gehinderd door de verdediger. Daar kwam het niet. De bal niet genoeg richting mee kan geven. Oh mannen, echt. Uitstekend ingegeven door de keeper. Ja, krap gedaan. Dat was een hele behoorlijke kans van die afstand. Ik had eigenlijk een aanvloeding niet normaal op de staan. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Afgeven ze weg. Oh, dit kan een kans worden. Uh-oh. Met gevolgen gegeven. Oh, dit moet van een goal worden. Weer, en we krijgen een hoekschop. Ja, ik heb ze er maar op de links moeten zetten. Er gaat een speler vervangen worden. Come on, boys. Hij kiest voor een bal in de 16 meter. Keeper. Trappen. Daar is de kans om een kleine voorsprong te nemen. Ze mogen een hoekschop nemen. De bal wordt in de 16 gebracht. Weg met die bal, dacht de doelman en slaat hem weg. Dankzij een uitstekende redding van de keeper blijft het gelijk. Tweede paal. Kensie. Wat een save. Een redding van die doelman op die inzet van dichtbij. Wat een reflex, Evert. Schitterend om te zien. Oh man, ik heb veel saves gezien op FIFA, maar deze save heb ik nog nooit gezien. Ze kiezen voor de lange variant. Ja, deze is gewoon... Het is een corner. De hoekschop wordt kort genomen. De bal wordt voor het doel gebracht. Daar was hij bijna, maar de bal scheert over de lat. Als hij die bal... De scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd. Ik ben niet tevreden van deze aflevering van mijn ploeg, maar ja... Ik ben niet tevreden van mijn spel, dat ik speel. Brugge wint met 3-0. Kortrijk wint met 2-1. En Anderlecht verliest met 1-2 tegen Gent. En we konden gelijk punten hebben. En toch speel we gelijk. Stam nog 2 punten achter. Maar mensen, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef een like, abonneer als je nieuw bent. Vergeet ook niet op dat belletje te duwen, dan weet je wanneer ik iets upload. En volg me ook gewoon op Instagram, op Twitter en op Snapchat en dan zie ik u waarschijnlijk bij de volgende aflevering. Ciao!